Dan naar links met de auto's mee. Ja, eigenlijk kan ik het niet zo goed beschrijven, maar ik heb wel echt een overweldigende avond gehad met zulke impactvolle dingen erin. Het is jammer dat ik ze niet kan noemen, maar er zaten een paar van die echte. Ja, dit moment bijvoorbeeld, dat heeft me echt. Dat greep me gewoon even bij de strot, zeg maar. Of tenminste, dat heeft. Dat had echt een. Het heeft de impact, hè? Ja, deze ook trouwens. Je moet achter hem aan. En dan gaan we even een stukje de gracht op. Dan rij ik nu naar de munt en dan. Maar ik voel me eigenlijk heel goed, dat wel. Ik vond het een. Het was gewoon echt een bijzondere avond, dit. Overwhelmed is denk ik een redelijke raak term. Dat is heel cool. Ja, is en het mooie is dat ik ooit, dat wil ik er ook wel bij zeggen als eerste indruk, want vervolgens heb je dat ook gefilmd, zie je ineens allerlei volwassen kerels met een schort voor. Ja, dat was zeg maar een minder aangename verrassing. Zo'n gek. Ja, kijk, als je het ziet als voorschot, dan wordt het een stuk mooier, maar die. Zo'n. Vreselijke kleur, zo'n vreselijke babykleur. Ja, nou goed, eerste indruk. Supermooi, dank voor. Dank voor veel. Wel thuis, zeker die. Yes. Dan wil ik nu beginnen. Goed. Rob, even de laatste clue. Yes. Waar zijn we heen? Waar moeten we heen? Het begint al helemaal fout. Goed. Iedereen moet eventjes voor zichzelf een plek bedenken, een van de uitgangen waar hij vandaan wil komen. Jullie staan op de grond hier zo. Dus jullie kunnen nooit verder dan hier, maar er is hier wel veel ruimte hier. Dat is nou een beetje moeilijk omdat we een beetje gepropt zitten. Maar respecteer deze afrastering die we hier hebben. Dit is het entreactoneel, echt voor als je er bovenop staat. Oh, ja. Valse. Oh. Daar wordt aan de deur geklopt. Je blijft aan de deur geklopt. Laat hem binnenkomen. Gebruiken smink, maar wel met microfoons. En we mogen maar één repetitie nog. We hebben nog maar één repetitie, behalve nu de hele avond nog. Dus iedereen die afgaat, doet onmiddellijk zijn jas uit, bandelier af. En wat je daarna doet, is jouw probleem. Nou, ik vond het heel indrukwekkend hoor. Ja, hè? Ik vind het echt de leukste graad die er is. Ik vond het heel indrukwekkend. Er gebeurt ook veel. Maar je kan nou vergelijken met de eerste. Hoe vind je nou het een en het ander? Oh, ik vind het indrukwekkender dan de hele inleiding. Wel, hè? Ja. Ja, ik ook. Ik vind het mooier. Ja. Het rare is, hoe vaker je het meemaakt, hoe meer je erin ziet. Ja. Maar ik had gelijk al bij de bevordering dat ik echt eruit kwam van, kijk,
dit zegt me nou iets, weet je wel. Ja, ja, maar dat is het ook. Het zegt ook echt iets. Ja. Nou ben je gezellig. Tweede graad. Zo, nou. En over een jaartje ben je meester. En op een gegeven moment gaat het echt heel vlug, hoor. En als je meester bent, dan beginnen ze aan je te trekken. Ja, dat zal wel, hè? Als je elders ook nog wil komen, ja, precies. Hè. Doen ze dat nu niet? Nee, dus, zolang je geen meester bent, kan je nog niet verder gaan in hoger gaan. Hè. Je moet minstens 1 jaar meester zijn. Ja. Het draait ook zo om mij dan, zo'n avond, hè? Dat vind ik ook zo onwennig. Je bent feestvaker, dus... Ja, maar het helemaal tussen het is opgezet en de muziek en al die dingen voor iedereen. En het eten helemaal voor jou. Ja, dat moet. De broedermaal was erg leuk. Lekkere flinke chaos. Kun je hem hier links zetten? Krijg hem daar in? Ik wil eerst zeggen dat het op mijn pad is gekomen. Ik zie mezelf als een zoeker, maar soms komt er iets langs wat je niet zoekt en toch is het er ineens. Nou, daar was de vrijwisselarij een goed voorbeeld van. Elk gesprek of elke ontmoeting, elke aanraking die volgde, werd ik nieuwsgieriger. Ik ben in de tussentijd niet heel veel meer over te weten gekomen. En in het zoeken naar zingeving kreeg ik na elk gesprek weer meer het idee dat de vrijwisselarij daar een hulp bij kan zijn. Of een gids, of hoe je het zou moeten zien. Dat ontmoetingspad ben ik opgegaan en daar heb ik echt niet meer vanaf geraakt. Ik heb best wel eens boeiende gesprekken met vrienden, regelmatig zelfs. Maar ik heb daar meer regelmaat in nodig. En dat is dan wel een deel van het beeld dat ik van de vrijwisselarij heb, is dat daar wijsheid zit. Wijsheid over het leven. Volgens mij praat men in de vrijwisselarij niet zo, maar er wordt zo gesproken. Ga eens naast me zitten en vertel eens dan. Of ik neem een deel uit de werkelijkheid, daar heb ik een mening over. Hoe kijk jij er eigenlijk tegenaan? Zonder dat het meteen een discussie moet worden. En dat vind ik wel boeiend. Er zijn bepaalde verankerde waarheden in mijn leven. Hardlopen is leuk, bijvoorbeeld. Maar er zijn ook heel veel dingen die bij mij constant in ontwikkeling zijn. Nou, dat... Ja, daar gaat die vrijmetselarij mij bij helpen, denk ik. En ik mogelijk de vrijmetselarij ook nog eens. Ik wist er wel wat in mijn leven. Ik heb eigenlijk mijn hele leven in groepen thuis en in de studentenhuis en met mijn vrouw. En ik heb altijd in groepen gesport en geleefd. Het was altijd eigenlijk heel druk. En heerlijk vind ik dat ook. En dus ben ik uiteindelijk bij de ronde tafel nog gegaan, maar dat loopt af als je 40 wordt. Dus dan was er wel iets dat ik daarna wel weer, nou ja, hè, iets leuks wilde doen. En ik zocht toch meer iets spiritueels. Dus uiteindelijk kwam dit dan op mijn weg. En nou, toen heb ik gewoon ja gezegd na een tijdje. Frans never read. Well, he read, but he read on computer, he reads a magazine, but a book, no. And he was reading a book, and he was like reading in a... Paar uren, the book completely, and he started to want to have more books and to be very curious and subjects we never discussed before together, and subjects which are things I love to discuss with, so as philosophy or religion or things like that. But suddenly he came back at home with sometimes some conversation with people which were like 80 years old. And those people brings you some emotion, huh? Open your world. Totaal, ja. And that is something also very new for Frans. En het zijn mensen, nou Dominique noemt 80, maar we hebben mensen die in de 90 zijn zelfs. Het zijn echt hele oude mensen. Die hebben 90 jaar levenservaring. En die zijn ook bereid om dat te delen. Hè? Dus die vertellen ook over
ja, concentratiekampen en dat soort dingen wat we normaal nooit horen. Hè. Dat lees je hoogstens, maar zij vertellen wel. Nou, dat is wel echt gaaf hoor. De vloer in zo'n vrijmetselaarsgebouw zijn van die zwart-witte blokken. Hè? Net zoals in de keuken, als je dat soms hebt. Als je op een wit vierkant staat, dan zie je alleen maar zwart om je heen. Als je op een zwart vierkantje staat, zie je alleen maar wit om je heen. Hij zei, als je nou gaat lopen, als je gaat bewegen, dan heb je niet alleen de zwart en wit, maar dan ontstaat er een derde, weet je, dat het allebei is. Dat vond ik zo geweldig. Dus dat gebruik ik in mijn werk dus ook. Ik zeg, ja, dan, maar dat is het. Als je maar gaat bewegen, weet je, dan ontstaat er iets nieuws. Dat het er allebei mag zijn. Mijn vader was eerste solo-organist van het Concertgebouworkest en zijn collega, eerste fluitist, was ook vrijmetselaar. En in het Concertgebouworkest zaten meerdere vrijmetselaars. Daar was hij heel goed bevriend mee en die had hem natuurlijk gepolst voor de vrijmetselarij. En hij heeft dat ook wel eens gezegd, ik weet dat nog als kind, dat hij er een keer over begon. Ja, ze hebben een bepaalde handdruk en daar kom je nooit van je leven achter, weet je wel. En dat is op een bepaalde manier en ik heb er 100 keer gekeken hoe het gaat, maar ik heb het nooit kunnen ontdekken. Hij vond het eigenlijk ook wel een beetje spannend, heel eerlijk gezegd. Eigenlijk werd ik daar heel positief mee geconfronteerd, vanuit mijn vader dan met name. Ik was aan het lezen geslagen. Ik las nooit. Ik was met Umberto Eco bezig, De Slinger van Foucault. Ik verslond opeens Umberto Eco. Ik begon zo geboeid te raken door de hele geschiedenis en de gedachtegang die erachter zit. Het geniaal schrijven. En ik zat helemaal midden in De Slinger van Foucault en die speelt zich op een gegeven moment af in Salvador in Brazilië. En ik had het boek meegenomen naar Brazilië. Ik zit daar op het strand te lezen, precies in het hoofdstuk waarin hij in Salvador aankomt. En daar naar de vrijmetselarij op zoek is. Omdat Salvador een enorme, zeg maar, een spirituele hoofdstad van Zuid-Amerika zo'n beetje is. Dat hele hoofdstuk speelde zich daar in Salvador af met de vrijmetselarij. En ik zat er op het strand en ik denk op een gegeven moment, ik zit als Nederlander zit ik in Salvador een boek te lezen wat over Salvador gaat en over de vrijmetselarij. Vreemd, heel vreemd. En daar viel een raakkwartje bij mij van, dit kan nooit voor niks zijn. Dit is te toevallig dat ik precies bij het hoofdstuk Salvador aan ben gekomen, helemaal naar Brazilië ben gegaan, daar verder lees, waar ik was in Nederland begonnen te lezen. Daar verder lees precies waar het hoofdstuk begint van Salvador. Ik denk, nou, dit is een vingerwijzing zeg maar het lot, wat het ook gewoon in je leven dingen bepaalt voor je. En toen, dat was ook bij de toelage vroegen ze me, waarom ben je vrijmetselaar geworden? Ik zeg, nou, ik weet bij God niet, ik weet alleen dat ik het wil, maar niet waarom ik het wil. Maar volgens mij hoef ik dat ook niet te weten. Maar dat ik het wil, dat weet ik wel. En dat was heel raar. Ik ben 2 maanden geleden ben ik in Rotterdam aan het visiteren. Met Frans, een broedergezel. En ik vertelde de jongen die net ingewijd was, de broed die net ingewijd was, van een van de leuke dingen dat je nu vrijmetselaar bent, is dat je over de hele wereld elke loge in kan gaan waar je wil. Je kan naar Duitsland, je kan naar Brazilië, je kan naar Frankrijk, enzovoort, blabla. Na afloop komt er iemand naar me toe die zegt, waarom zei je Brazilië? Ik zeg, omdat ik heb 2 huizen in Brazilië en
ik visiteer daar in de loge. Ik vind dat geweldig daar. Er zijn 10 loges, dus je kan elke avond kan je daar naar een loge. En eigenlijk binnen één klap heb je 500 ontzettend goede vrienden in een stad waar je normaal nooit gesproken een vriend zou ontmoeten. Mensen zijn ontzettend hartelijk en gastvrij en je wordt overal uitgenodigd. Zegt hij, zal ik je iets heel raars vertellen? Ik was in Salvador en ik zat in Salvador op het strand het boek te lezen, De Slinger van Foucault. En precies op het moment dat het zich in Salvador afspeelt, en dat was voor mij het moment waarop ik dacht, ik moet vrijmetselaar worden. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik denk, nou, dit verzin je niet. Dit is te waanzinnig voor woorden. Iemand die exact dezelfde ervaring heeft, precies op hetzelfde moment, op dezelfde plaats, en dan besluit vrijmetselaar te worden. Ik vind sowieso het idee van een broederschap heel mooi. Het gaat voor mij over kameraadschappelijkheid. Dat vind ik het mooie daaraan. Je kunt daar gewoon een vent zijn zonder tot haantjesgedrag inspirerende aanwezigheid van vrouwen. Ik betrap me er zelf ook op. Ik ben ook maar een charmeur, weet je. Dus als er vrouwen in de buurt zijn, stel ik me ook anders op. Als het maar een geraffineerd laagje dat er over me heen gaat. Maar dat gaat wel. Dus ja, dat is belangrijk voor mij. Dat het gewoon mannen zijn. En dat het ook de ongecompliceerd, open en eerlijk samen zijn is. Wij gaan een kandidaat ophalen. De kandidaat Dennis Steeman. Die wordt vandaag ingewijd in de orde van de vrijmetselarij. En degene die de kandidaat ophaalt, dat is de begeleider zoals we dat noemen. Dat je naar het logegebouw begeleidt en dat hij zich op zijn gemak kan voelen, hè? Dat rust kan komen. Want uiteindelijk weet hij niet wat hem te wachten staat. Dat is een begeleider. Dat ben ik dus. Een vorm van taxichauffeur. Hey, dag Tom. Ah. Hoe is het? Zeer goed. Prima. Dit is een avond, hè? Ja. Die zit toe doet, zeg maar. Is vrouwtje al wakker? Ja, die slaapt wel nog. Oh, wat schattig. Hey, Domi. Dominique. Yes. Viens ici, ma puce. Oh, hallo. Oh, ze is sleeping. How was it? Nou, was sick. Hoi. How are you doing, baby? Good. Hoi. It's good to see you. Hi. You look great. Merci. Alors, monsieur le compagnon, comment ça va? Monsieur le compagnon. Ça va bien? Gezel, ja, ja, ja. How was it? Ja, het was echt hartstikke mooi. Ja? Yeah. Tell me more. Maar het was mooier dan de hele initiatie. Ik vond het echt mooier. Ja? Ja. Ja, en de music ook. De music was ook zo mooi. Ja, het was echt top. Ja. Ik heb hem nog nooit zo goed gehoord als vanavond. Echt. Oh. It's
Speciaal voor jou, hè? Ja, misschien, maar ik vond het echt, echt wel. Ja? Echt wel, ja. Dat is echt wel. Hoe voel je? Hoe voel je? Ja, zalig, heerlijk. Heerlijk. Heel lekker. Gezellig? Gezellig, ja. Nou, ik vertelde, ik was gisteravond in Antwerpen bij een meesterverheffing. En er was een redenaar die hield een toespraak tot de leerling. En die zei zo fantastische dingen. Een van de meest fantastische dingen, die leerling was nogal een beetje lekker obstinaat, weet je wel. En zei die heel mooi, hoe meer dwarsliggers er zijn, hoe rechter het spoor. Oh, dat vond ik zo'n mooie opmerkingen. Dat is een vrijmetselaar, die snapt het. Ja. Mopje. Hey. Mopje. Goed, maar wat je niet zeggen. Hartstikke goed. Nou, mooi zo. Joep. Een van de laatste. Welkom uiteraard als broeder. Gefeliciteerd ook dat je de stap hebt durven zetten. En ik hoop dat je inderdaad een hele leerzame periode hebt. We zullen elkaar straks nog wel even verder spreken. Maar welkom, join the club uiteraard. Brother Dennis. Part of the ceremony this evening talked about a chain around the world. I am 106 kilos. I am big enough to be the world. And here tonight, I am the rest of the chain. Welcome to our fraternity. I have two pieces of advice for you that I remember from when I was first joined Masonry. First of all, at the earliest opportunity, go and see somebody else made a Mason. Because what has happened to you tonight is it's immediately forgotten. So you have to sit there and watch this happen to somebody else. And then secondly, visit, visit, visit. You are like a piece of coal on a fire. This lodge is like a brightly burning fire. If you take that piece of coal away from the fire, it will burn for a short time, but then it will go out. You need to come and join a fire on a regular basis, and then you are a light to everyone.
Ja, het was grappig. Ik ben dat theaterstuk gaan regisseren, omdat in eerste instantie hadden we natuurlijk het voordeel dat we 250 jaar bestonden en dat er ook speciaal geld voor beschikbaar was. Dus we konden eindelijk ook iets heel groots gaan doen. Maar wat er, zeg maar, qua idee voor me achter zat, dat was opmerkingen die binnen de loge heel vaak hoor en ook bij andere loges, dat mensen denken dat er één rituaal is wat al 250 jaar precies hetzelfde is. En volgens mij is dat niet waar. En ja, dat is nu ook gebleken dat het niet waar is. Het blijkt dat het rituaal iedere 50 jaar, of zo met ongeveer een gemiddelde cyclus van 50 jaar, echt verandert, essentieel verandert. Nou, het grappige is dat ik niet ben benaderd om te gaan regisseren, maar dat ik het zelf heb aangeboden om te gaan regisseren. Omdat ze vroegen van, zijn de ideeën binnen de loges om iets te gaan doen? Ja, ik had echt iets van, nou, dit wordt een gigavoorstelling. Nou, uiteindelijk is het ook gehoord, 60 man hebben er al mee gedaan. Dus als er één ding is waar ik echt heel erg blij ben met deze voorstelling, dan is het dat er dat een heleboel broeders nu zeggen van, je hebt ons de ogen geopend. Hé, je hebt gelijk, het rituaal wat wij gebruiken is tijdsgebonden en zal waarschijnlijk ook altijd tijdsgebonden blijven en zal dus wel veranderen zoals het in de afgelopen 250 jaar ook een keer of zes veranderd is, zonder dat we de essentie van een inwijding aantasten. Je blijft altijd ingewijd worden natuurlijk. Nou, het was natuurlijk een hele uitdaging om te kijken wat je kon doen met broeders, hè? Want ja, god, mensen zijn niet gewend om op een toneel te staan en voor een groot publiek op te treden en zeg maar, het opvoeren van een rituaal is voor een heleboel al een behoorlijke opgave. En die broeders hebben daar ontzettend veel aan gehad. Want ik hoor nu dat ze zeggen, daar heb ik nu nog steeds, als we een rituaal uitvoeren, mijn plezier van. Want toen we nog met die generale repetitie bezig waren, toen kreeg ik echt een soort instorting van, ik zag het niet meer zitten, van dit komt nooit meer goed. Hoe kunnen we al deze losse einden nog aan elkaar krijgen binnen 1-2 weken tijd? Dus toen ik daar vandaan kwam, kwam ik wel helemaal van, oh, ik zie het niet meer zitten. En toen begon de voorstelling. En toen zat ik echt met stomheid te kijken hoe het helemaal vlekkeloos, nou, als een puzzel in elkaar viel. En na afloop hoorde je alleen maar mensen helemaal in een, ja, we hebben het gedaan, stemming. Want die theaterproductie is heel leuk als feit op zich. Maar dat werken en wat gebeurt met die mensen is nog veel leuker eigenlijk. Sinds mijn bevordering in maart, dan ben je dus bevorderd en dan ga je naar buiten toe. Hè. Dan ga je bij andere loges kijken hoe daar de meesters het doen. Dan ga je je wijsheid ga je overal vandaan halen. Dat is het ding. Sinds hij visiting all the loge, I see him really being exciting about what he learns from being gezel, but then he start to see that there is not only one way to do things, but different way, and he start to ask himself, my way is not the best way. There are other ways to do it, and makes him curious and very excited about Masonry. What he learned the last years is not like a truth. There are many other ways to do things for the same purpose. Dominique heeft borstkanker gekregen. En, dat was eind mei. En daarna ben ik ook nog weer gaan visiteren. En als je dat daar in het begin zegt, dan gaat die hele avond alleen maar over haar en mij. Hè? Terwijl het gaat over zo iemand die bevorderd wordt of ingewijd. Dus dat ging ik natuurlijk niet zeggen.
Maar na afloop bij het diner ging ik dat natuurlijk wel zeggen, maar dat is ook wat er is voor mij, hè. Nou, als je dan nog ziet wat er zo daarna, dat is zo lekker. Hoe dan mensen, nou ja, alle de bloemen uit de tempel van die avond, die kreeg ik allemaal. Meestal krijg je één borstje of zo, weet je wel. En ze gingen apart nog weer dingen zeggen. En toen het klaar was, nou, zeiden ze, nou, dan gaan we nog helemaal niet naar huis. Blijven nog lekker zitten. Toen hebben we, nou, ik geloof tot 2 uur 's nachts hebben we daar met de man of 10 hebben we nog zitten bomen over alles en nog wat. En, nou, ik ging echt helemaal fluitend naar huis. Ja, met Vincent samen. Dat was echt, echt een gouden avond. Ja. Ja. Ja, since I'm sick, I see that the lot of love that I receive from the brothers of France directly to me. And they dare to pick up their telephone and speak with me, which is, I think, from man to woman, which is sick with a Boris Kronker, which is a very feminine sickness, and so they are completely detached from this kind of sickness. I find that there was extremely intimate, but very light, and so they support me a lot. I was very surprised. And I think that doing that to me, it was a way of supporting France, definitely with, yeah. Actually, I cannot really put words on that, but I'm sure that the easiness and the lightness they use just to call me and ask how I am and send me many wishes or whatever, it's definitely a way that supports France. Mijn vrienden, mijn familie, mijn omgeving, die zijn voorzichtig, hè? En ja, als ik dan niet meteen iets zeg, of zeker naar Dominique toe, zijn ze al helemaal. De ziekte met de letter K is het dan al heel snel. Of niet over hebben of nou, niet durven vragen. Binnen de vrijmetselaar is het niet zo dat ze dan zo zich doordrukken. Maar het gaat ook wel met respect. Maar ze willen jou zien. Weet je, ze willen jou horen. Dus dan zien ze ook dat je nog een beetje zus en zo. En dan, nou ja, weet je. Iedereen praat altijd over de patiënt. Maar hoe is het nou met de partner van de patiënt? Weet je? Nou, dat soort vragen stellen. Er stellen weinig mensen. Ja. Ik ben nu een maand of 4, 5 geleden ben ik ingewijd. Ik merk dat ik echt nog aan het begin sta van een lidmaatschap. Ik ben daar aan het kennismaken, ik ben daar aan het leren waar het nou in essentie over gaat. Tot nu toe is mijn indruk positief. De meeste avonden zit wel wat inhoud in waar ik wat mee kan. Er zijn ook avonden waarbij het veel meer gaat over onder elkaar zijn, borrels drinken. Nou, dat vind ik hartstikke tof. Het zijn leuke broeders waar ik mee te maken heb. En tegelijkertijd denk ik, kom voor iets anders. Ik zie dat lidmaatschap van die broederschap als een lidmaatschap voor mogelijk de rest van mijn leven. Ik zit nu, denk ik, voor mijn gevoel zit ik in de branding. Dus ik moet door die branding heen om op die oceaan te komen. En ja, in de branding word je ook eens teruggespoeld. Soms denk ik, yes, leuk, in september ga ik het weer doen. En soms denk ik, joh, ik ben nu bezig met die marathon. Ik heb nu even wat anders, wat me veel meer bezighoudt. Het is nu ook zo. Er zit nog steeds een klein mysterieus tintje aan voor me. En dat, ja, dat vind ik echt wel mooi. Ik ga nog bijvoorbeeld van mijn huidige broedergraad, ga ik nog andere inwijdingen, doorwijdingen als het ware, meemaken. Nou, dat vind ik nog steeds best spannend. Daar komen weer andere symbolieken, andere rituelen, andere inzichten kan ik gaan meemaken. Nou, dat vind ik nog best spannend. Dus ik vind, er zit ook nog steeds een element van, wow, best bijzonder, dat ik daar deel van uitmaak. En verder vind ik het ook gewoon leuk. Ik vind, het is echt, op die woensdagavond, kom daar binnen, hey, nou beste broeder. En daar hangt gewoon een sfeer van kameraadschappelijkheid en dat staat me gewoon ontzettend aan. Dus ik vind het eigenlijk ook gewoon heel leuk.
Wat we eigenlijk willen gaan doen, dat is kijken of we het inwijdingsrituaal kunnen aanpassen aan meer de basis van de vrijmetselarij. Het moet veel meer een inwijding zijn. Je moet ergens doorheen gaan. Je moet echt ook bereid zijn om ergens doorheen te gaan. En dit is wel heel makkelijk wat er nu gebeurt. Zeg maar, vroeger moest je 4 uur lang in een donkere kamer. Vroeger moest je heel filosofisch testament schrijven. Ja, je moet echt iets doen, weet je wel. Tegenwoordig word je aan het handje meegenomen, je doet wat en in de kortste mogelijke tijd ben je aangenomen. Zeg maar, als je weet hoe het was, is het wat nu gebeurt, voor mij althans, een ontzettende verslapping daarvan. Dus ik zou heel graag het veel intenser willen hebben. Ik vind dat rondtrekken, samen gaan visiteren, ze meenemen naar een loges toe, of meegenomen worden naar loges toe, dat vind ik echt het allerleukste. Ja. Niet alleen een gezond lijf, maar ook een gezonde geest, toch? Ik moet weer trainen. Zo. Ik ben inderdaad bij een broeder geweest een paar dagen geleden. Ja, hij belde me op. Ja, gewoon omdat hij wilde horen hoe het was, weet je wel. Dus dat is wel lekker. Dus een paar dagen geleden afgesproken. Dus we hebben natuurlijk ook over alles gehad. En in onze loge en wat er allemaal aan de hand is en hoe het gaat en hoe het met mij verhoudt. En nou ja, als ik na mijn bevordering meester word, weet je, nou ja, gewoon leuk. Ja. Ik merk wel dat het contact met hem anders is dan als met een goede vriend. Als hij ziet dat het emotioneel wordt, dat hij denkt, oh nou, laat me zitten. Maar het is ook, soms zit je zelf in een soort tunnel hier een beetje. Hè? Als je met zoals Dominique die dan ziek is, dan zit je echt soms, nou ja, dat is ongeveer het enige onderwerp wat nog door je hoofd spookt. En hij kan dan, niet als een soort leraar, maar hij kan wel, dan laat hij me andere kanten van de zaak zien. Dan stelt hij eigenlijk een vraag dus eigenlijk. En dan denk ik, ja, zo kun je het ook nog zien, zo hè. En dat is wel, dat maakt heel rustig op een manier. Dat maakt heel rustig. Ja. Want op een gegeven moment ben je alleen maar bezig om de ziekte te bestrijden. Terwijl ja, je bent ook eigenlijk gewoon weer gezond aan het worden. Nu leven we ook, hè? Dat is ook nog eens een keer aan de hand. Dat vergeet je eigenlijk gewoon. Je slaat er over nu over, hè? Dat het daarna zou zijn. Dat is ook wel een goeie hoor. Ja. They are just so optimist and light about it. It's like sickness is a part of life, like getting married, getting pregnant, and having a sickness is just, you know, a part of... Some people get married, some not. Some people get sick, some not. So it's not like a drama thing. It's a part of life. It's really honoring life. It's a point of view that my friends or family doesn't share with me, even if they think so. But yeah, those men and people bring something like, yeah, this is life, and it's going to be difficult, and we are here, and you can make it, and something like, I like brothers also of me, like if they were also my brothers. Nou, blijkbaar doen zij iets met haar dat het ook direct naar Dominique toe gaat, of niet zo via mij loopt. Dus dat is wel mooi eigenlijk, als je dat zo zegt, hoor. Ja. 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 Zo zou ik het ook wel willen eigenlijk, ja. Thank you.